Ik denk dat eerlijkheid altijd voorop moet staan. En ik ben zo. Er waren aantijgingen in kranten en zo dat ik zogezegd magistraten onder druk had gezet. En dus ik vond de juiste keuze dan was gewoon de waarheid vertellen wat er gebeurd was. Twee medewerkers die contact hebben gehad op vraag of met magistraten en dat is alles. Ik heb wel gevraagd dat men ook aandacht zou hebben bij wat scheef gelopen is op het Hof van Beroep. Ik wil niet veralgemenen, er zijn hele goede magistraten in dit land. Maar wat daar naar boven is gekomen van ruzie in de magistraten, afdreigingen, bijna fysieke bedreigingen. Ja, ons land en onze belastingbetalers verdienen rechtbanken, hoven, magistraten die correct hun job doen. En dus het overgrote deel doet dat. Maar diegenen die onder verantwoordelijkheid resorteren van meneer Londers en meneer Delevoye, daar zijn dingen fout gelopen. Ik heb een toekomst in de politiek en ik ga met het mandaat van anderhalf jaar geleden, we zijn nog maar halfweg legislatuur, ik wil die staatshervorming, ik wil een beter bestuur in dit land. Dat is tot nu toe niet mogelijk gebleken, ook onder Herman Van Rompuy stel ik vast dat het niet lukt, dus het ligt niet aan de persoon. Het probleem is dat in dit land bepaalde krachten dat tegenwerken, communautair, Franstaligen, ook blijkbaar ook in de magistratuur zijn er mensen die niet willen dat ons programma wordt uitgevoerd. Maar goed, ik geloof nog altijd in de democratie en ik ga hard doorwerken om die staatshervorming te realiseren, om te zorgen dat in justitie en financiën orde op zaken wordt gesteld.